Warmterecord verbroken op uitzonderlijk warme aprildag. Gekte op de Crazy Plant Markt in Assen. En motorrijders gaan gezegend het nieuwe tourseizoen in. Drenthe genieten vandaag volop van het mooie weer. En terecht, want het werd een uitzonderlijk warme dag. Het werd zelfs de warmste 6 april ooit gemeten. Rond 2 uur steeg de temperatuur in Limburg naar 24,6 graden. En dat is een record. Het oude record was in 2020 met 24,5 graden. De finalisten van het Drents Lytisch Festival zijn vandaag bekendgemaakt. Van de 22 inzendingen zijn 10 uitverkorenen gekozen om de muziekstrijd aan te gaan. De finale is op 9 mei in het Atlas Theater in Emmen. Wie de finalisten zijn, leest u op onze site rtvdrenthe.nl. In Assen, in de multifunctionele accommodatie Kloostervesten, was vandaag een plantenmarkt. Ik heb hier ook nog een kopstek trouwens, maar zie, die is ook mooi. Het zijn allemaal van dezelfde mama hoor. Het is niet zomaar een plantenmarkt voor gewone kamerplanten. Nee, een markt voor heel bijzondere soorten. Het is een wondere groene wereld, georganiseerd door Crazy Plant Lady Tessa John. En bij mensen heb je de albino, dat is een foutje. Nou, dat heb je ook in planten, en dat is het wit. Vroeger werden die gewoon zo weggemieterd, maar tegenwoordig worden ze, zijn ze speciaal en dus verzamelitems. De speciale plantenvarianten zijn alleen bij bepaalde handelaren te krijgen. Ik heb 2 blaadjes van €175 staan. Over de €100 betalen voor 2 beginnende groene blaadjes. Voor veel mensen met een plantenpassie is dat heel normaal. De duurste thuis is over de €1000, denk ik. Ja. En zijn mensen die dat er echt voor over hebben? Meerdere mensen, ja. Zijn wel echt liefhebbers, maar mensen hebben het er voor over. Als het wat bijzonder is. Dus ja, dat is een verzamelitem. En als je in die verzamelgekte zit, dan zijn dat soms prijzen, ja. Wat kost die? Ik ben het alweer kwijt, hoor. 25. Ja, helemaal goed. En dan 15. Ja. Nou, dat zijn planten en daar ga ik nog niet aan beginnen, want zo ver gevorderd ben ik nog niet. Daarvan zou ik bang zijn dat ik ze dood zou laten gaan. Wat nou als die doodgaan? Ja, dat gebeurt. Ja, weet je, dat hoort erbij. Ik denk ook als je dus zo'n dure plant koopt, dan ga ik ervan uit dat je een beetje weet wat je koopt en wat je doet. En dat je daar wat speciale liefde aan geeft. Niet alleen vrouwen, ook veel mannen houden van de groene blaadjes. Zelfs mannen met een baard, snoere mannen. De markt is een enorm succes voor oud en jong. Ik vind het leuk om met plantjes te spelen, want plantjes gaan altijd dan heel veel groeien. En dan volgend jaar zijn er weer meer plantjes. Jong geleerd is oud gedaan. En het recept voor het levend houden van het kostbare groene goud is uiteindelijk niet moeilijk. Licht, water en liefde is wat de meeste planten nodig hebben. Bijna 150 motorrijders kwamen vanochtend bijeen bij de Gerardus Majella-kerk in Bargen-Oosterveld voor de opening van het nieuwe motorseizoen. Goedemorgen, nogmaals. Welkom in ons mooie Bargen-Oosterveld namens de MTB. Ze werden ingezegend door pastor Frans Wielens. Het idee daarvoor komt van Jos Veld. Ja, nou, de zegening van de motoren, dat is, wordt al jaren gedaan in Grubbevos bij Venlo, dat is in Limburg. En ja, daar komen iets van 2000 man op af. Ik denk, ja, dat moet deze kant op kunnen. En hier met kerk en cultuur, dat is een samenspraak van hoe en wat. Dus vorig jaar kwam ik pastor Wielens tegen in Oud-Marsum. Dus dan opperde ik dat en die was direct enthousiast. Dus vandaar dat we dit op poten hebben gezet. Wat ik hem mee ga geven, dat is vandaag de goede zegen. Dat ze op een fijne en een goede manier, het zij alleen of in groep, als motorrijders onder de weg zijn. Genieten van de mooie wegen, de mooie plekken waar ze komen en dat ze altijd weer behouden thuiskomen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De motorrijders kregen een sleutelhanger met een afbeelding van Christoffel mee. Die was besprenkeld met wijwater. Christoffel is de patroonheilige van de reizigers. En
als de viering is afgelopen, dan kan iedere motorrijder krijgt dan de zegen met het gewijde water. Dat water is gewoon kraanwater, maar ik heb daar een zegenbede over uitgesproken. Dus het is wijwater. Wijwater dat we gebruiken bij de doop. Dat we gebruiken om een kruisteken te maken. En dat gebruiken we vandaag bij de zegening van de motorrijders. We hopen dat dit een jaarlijkse terugkomst wordt. Dat we het vaker kunnen doen. Jasper Ilma was gespannen gisteravond in Tial Vereveen voor de Roelof Thijsbokaal. In een weekend waarin ook twee wedstrijden om het WK worden verreden. En dat in eigen huis. Het is voor mij wel het mooiste weekend wat betreft de motorsport en ijsspeedway. Thuiswedstrijd is altijd gaaf. En voor zoveel thuispubliek en sponsoren te mogen racen geeft wel een extra kippenvel. En met Roelof Thijs als aandachtig toeschouwer is het de vraag wat de kansen van Ilma dit weekend zijn. Ik hoop gewoon dat ik hetzelfde niveau neer kan zetten als twee weken terug in Insel en dan nog net een stapje meer. Welke plek we dan eindigen, dat zien we dan. Maar het niveau was vorige keer wel heel erg goed wat ik neer heb gezet. Ook al eindigde ik dan weliswaar op de 13e plek, maar tussen plek 3 en 13 zat gewoon heel weinig verschil. Dat is dan voor het WK. Roelof Thijsbokaal is een andere wedstrijd. Wat verwacht ik? We gaan het zien. Ik ga gewoon alle wedstrijden mijn best geven en dan zien we wel waar we gaan eindigen. En Ilma begint goed aan die Roelof Thijsbokaal. In zijn eerste heat laat de Drent de concurrentie kansloos. Hij pakt direct de leiding naar de stad om deze niet meer af te staan. En na 4 ronden zijn de eerste 3 punten voor Ilma binnen. En dat tot vreugde van zijn fans. Ilma blijft het goed doen. Ook deze heat wordt gewonnen en hij plaatst zich rechtstreeks voor de finale. En de laatste voorbereidingen voor die finale. De Zweed Filip Jager valt. Terwijl Ilma op kop lag en dus vindt er een herstart plaats. En dan eerst nog een paar laatste tips van Thijs. En dan die tweede start in de finale. Ilma is goed weg, maar heeft problemen met zijn koppeling en ziet Sebastian Reitsma voorbij komen. Maar dan laat Ilma zijn klasse zien en met nog 1 ronde te rijden herovert hij de leiding. De koppelingproblemen blijven, maar Ilma geeft de leiding niet meer uit handen. En dan de laatste meters. De Roelof Thijsbokaal gaat naar Drenthe, naar Hooghalen om precies te zijn. De winnaar, Jasper Ilma. En tot vreugde van het publiek. Ze staan op de banken. Prachtig. En dan de prijsuitreiking. Uit handen van Roelof Thijs. Mooier kan niet. Ja, geweldig. Een top weekend. Ik kijk heel erg uit naar de rest van het weekend. Maar het weekend kan nu al niet meer kapot. Het is geweldig begonnen. Eindelijk de Roelof Thijsbokaal. Ja, dit een droom die werkelijk wordt. En dit smaakt naar meer. Maar hij zei van, je hebt hem dik verdiend. Je hebt hier hard voor gestreden, hard voor gevochten. En met trots hier bij de Roelof Thijsbokaal. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af tot zo'n 13 graden. Later in de nacht komt er meer bewolking en lokaal kan er wat regen vallen met een klap onweer. Zondag valt er in de vroege ochtend nog een bui, maar in de loop van de ochtend gaat de zon weer schijnen. In de namiddag is er toch nog kans op wat regen. Dan op de maandag zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Later op de dag is er weer kans op een bui en het wordt zo'n 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het koeler en krijgen we wisselvallige weer. Tot zover Drenthe Nu, een fijne avond en graag tot morgen.